Als je bedenkt dat er per jaar 4 miljoen delicten worden gepleegd, 4 miljoen misdrijven worden gepleegd, kun je een beetje uitrekenen hoeveel slachtoffers er zijn. Er worden 1 miljoen aangiftes gedaan elk jaar. En de gevolgen van die misdrijven voor de slachtoffers die zijn enorm ingrijpend. En het getal wat mij dan altijd aanspreekt is dat er niet minder dan 50.000 mensen zijn, een heel voetbalstadion vol, die ieder jaar posttraumatische stressstoringen overhouden omdat ze misdrijfslachtoffer zijn geworden. Ik denk dat dat de samenleving ontzettend veel geld kost. We hebben wel eens uitgerekend dat de arbeidsproductiviteit van die mensen enorm achteruit gaat. Mensen worden tegengewerkt daardoor in hun loopbaanontwikkeling. Dat kost de samenleving enorm veel geld. En daarom zou het verstandig zijn als de overheid wat meer zou investeren, bijvoorbeeld in slachtofferhulp. Want dan zijn die gevolgen van de misdrijven voor de slachtoffers beter weg te nemen. En dat zou economisch enorme voordelen opleveren. En je kunt dus eigenlijk met een geringe investering kun je groot rendement behalen. En als je dan bedenkt dat op dit moment maar 1 op de 3 slachtoffers die echt hulp nodig hebben, ook daadwerkelijk hulp krijgt, dan snappen jullie dat daar enorme winst nog te behalen zou zijn. En daartoe leveren wij ook een bijdrage vanuit de wetenschap. Dat is het ontwikkelen van risicotaxatie-instrumenten. En dat houdt in dat als een slachtoffer zich meldt bij de politie, dat het de bedoeling is dat wij een instrument aanreiken waardoor de politie kan bepalen hoe groot de kans is dat datzelfde slachtoffer nog een keer slachtoffer wordt. En een andere functie van die risicotaxatie-instrumenten is dat de politie aan de hand van een klein vragenlijstje gemakkelijker zou kunnen voorspellen of de kans groot is dat het slachtoffer daadwerkelijk traumatische gevolgen van dat delict ondervindt. Nou, daarmee denken wij dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de maatschappelijke schade die criminaliteit nou eenmaal teweeg brengt. Dat vinden we buitengewoon belangrijk. En het laatste punt wat er dan ook moet gebeuren is dat het strafrechtelijk systeem moet worden aangepast om beter in te spelen op de behoeften van slachtoffers. En een van de middelen die daartoe ontwikkeld zijn is de invoering van het spreekrecht. Een jaar of 5 geleden hebben slachtoffers in Nederland het recht gekregen als ze slachtoffer geworden zijn van een ernstig delict om bij de rechter ter terechtzitting hun verhaal te vertellen. Gewoon te zeggen wat hun is overkomen en hoe dat delict, dat misdrijf, hun leven heeft op zijn kop heeft gezet. En daar hebben we onderzoek naar gedaan en het blijkt dat dat buitengewoon goed werkt voor die slachtoffers. Daardoor wordt het verwerkingsproces aanmerkelijk bevorderd. En ook dat neemt dus de maatschappelijke schade, de kosten van criminaliteit voor de samenleving in belangrijke mate weg. Dat soort risicoanalyses worden nu helemaal niet gemaakt? Die worden helemaal niet gemaakt op individueel niveau. En dat komt gewoon omdat de meeste instrumenten die er zijn, die zijn veel of onnauwkeurig. En als een grotere nauwkeurigheid moet worden bereikt, dan kost het te veel tijd. En dat is het grote probleem, dat de politie is al overbelast, heeft moeite om aangifte in voldoende mate op te nemen. En die hebben eigenlijk dus niet de ruimte om met uitvoerige psychologische risicotaxatiemodellen te werken. En met deze risicomodellen zouden we op korte termijn zeg maar meer en beter aandacht kunnen geven aan slachtoffers? Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat daarmee slachtofferrecidive kan worden teruggebracht. En dat is een onbekend fenomeen. De meeste mensen weten wel dat een relatief groot deel van de criminaliteit gepleegd wordt door een relatief klein deel van de daders, omdat er heel veel veelplegers zijn. Maar wat mensen veel minder weten is dat er ook slachtofferrecidive is en dat een klein deel van de slachtoffers in feite wordt getroffen door een heel groot deel van de criminaliteit, omdat ze één persoon dan vaak slachtoffer wordt van soortgelijke delicten. En dat is een verschijnsel wat onbekend is, maar wat wel wetenschappelijk aangetoond is,
En met dit soort risicotaxatie-instrumenten hopen wij erachter te kunnen komen om van tevoren te kunnen voorspellen. Hoe je van tevoren kunt voorspellen welke slachtoffers een grote kans lopen om herhaald slachtoffer te worden.